Het begon allemaal toen ik in 2010 stadsdichter werd. Ja, allerlei gedoe, maar uiteindelijk zei ze, ja, jij bent stadsdichter. En toen zei ik, oké, dat is goed. En dat was wel een beetje voorbereid. Maar goed, dat ga je dan doen. Op een gegeven moment dan krijg je wat opdrachten en die staat in de kranten. En iedereen begint je een beetje te kennen. Je loopt er wat mee met de 3 oktober optocht. Dan beginnen nog meer mensen je te kennen, dus dat is een goede promotie geweest. Dit jaar loop ik overigens niet mee met de 3 oktober optocht. Oh. Ja. Elke keer andere 3 oktober hier. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, als ik nou ooit eens stop als stadsdichter, want er komt natuurlijk een moment dat het ophoudt, dan moet ik toch iets achterlaten. En dan had ik dan misschien het stadsdichtersfestival of weet ik wat. Nou, er is nog één dingetje wat ik graag wil, ik wilde wel een muurgedicht, dat is ook wel leuk. Maar toen dacht ik, in ieder geval kan ik een bundel achterlaten. Dus ik ben ergens in 2011 zo'n beetje, ben ik begonnen met, nou, als het dan een bundel is, dan moet ik niet over... Alleen maar over die mooie binnenstad en het oude Leiden en zo. Het moet gaan over waar ik gewoond heb. Alle straten van Leiden waar ik van mijn geboorte, waar ik geboren ben tot waar ik nu woon. De wijk of de straat waar ik gewoond heb. Nou, zoals het dan een dichter gaat, dan schrijf je 2-3 gedichten in dat thema. En dan houdt het langzamerhand een beetje op. Wat dan... Nou, nu een paar gedichten erbij, dan kun je lekker voordragen in het land en dan zet je Leiden weer een beetje op de kaart. Af en toe in lokaal taalgebruik, ook leuk. Ja, en op een gegeven moment kwamen daar dus 2 muzes, waarvan ik er met 1 getrouwd ben. Die hadden een uitgeverij opgericht en die vonden dat ik, dat ik als eerste een bundel moest uitgeven. Ik dacht, heel leuk, maar die moest wel over Leiden gaan. En ik had pas 5 gedichten over Leiden en wat opdrachtgedichten die ik gedaan had. Dus ik moest eigenlijk, ik had geloof ik 6 weken de tijd, moest ik dan nog wel wat zinnigs gaan schrijven en wat moois, wat ook nog mooie plekken waren voor mij. En gelukkig kwam er ook nog een buurtmuseum bij, zodat ik over Leiden Noord ook nog een mooi gedicht kon schrijven en zo. Dat was wel... Nou, dat is uiteindelijk allemaal in dit boek terechtgekomen. En ik heb een groot deel van mijn leven, een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in de Surinamestraat. En daar heb ik zo ongeveer, ik kwam daar op een 4e terecht en daar woonde Hans de Bruin ook. Maar we kwamen aan het eind van de koude winter van 1 maart 1963, kwam ik daar wonen. Er lag nog 30 centimeter sneeuw in onze achtertuin, waar ik met mijn driewieler helemaal in verdween. Dus toen het zo'n beetje zomer werd, toen kwamen we bij mij opeens, kwamen er allemaal vriendjes of andere kinderen tevoorschijn. En zo heb ik in de Surinamestraat 2 huizen verder wonen. Mijn echte buurjongen hebben we ook al bij op Facebook. Meneer Posma, maar ja, die is tegenwoordig trucker in Amerika. Dus dat is ook leuk. Zo zie je maar op Facebook ook oude vriendschappen weer terug kan halen. En ik heb aan Hans gevraagd of die illustraties wilde maken bij de eerste bundel. Nou, dat wilde hij. En hij ging meteen aan de slag en dat is hartstikke mooi geworden. Ja, die cover heeft hij ook gemaakt. En deze cover is heel bijzonder, want ik heb niet in deze flat gewoond. Maar ik heb een gedicht hier staan dat gaat over de Surinamestraat. En dat gaat over, het begint met een enorme kreet dat er een mevrouw haar zoon van de flat staat te roepen. Sjoeli! En dan waren wij er ook aan voetballen, een veldje erachter. En op een gegeven moment, en dat zal minder vaak geweest zijn dan dat in onze hoofd nu nog zit, maar dan riepen wij zo van joe. En die Johnny die speelde dus nooit met ons. Ik heb hem nooit gezien, Hans heeft hem later op school nog wel iets gezien. Zijn vader bleek zwaar. Hij bestaat echt. Hij bestaat echt. Zijn vader was geloof ik zwaar alcoholist, wat ik wel hoorde. En hij drinkt helemaal niet. Goed, dus daar is, daar is deze flat. Is daar, en dit flatgebouw staat natuurlijk ook voor een biotoop, gewoon. En aangezien de stad nooit af is en we het altijd mooier willen maken en willen hebben dan dat het in werkelijkheid altijd kan, blijft het ook altijd een beetje een utopie. Nou, als dichter doe je dan 2 woorden bij elkaar en je hebt biotopia. Je woont altijd in een utopie. Nou. Toen moest er nog iemand gevonden worden die de eerste bundel... het nulnummer in dit geval, uitgereikt kreeg. Toen dacht ik, nou, waarom nemen we niet op? De man heeft toch niks te doen op zaterdag, dacht jij? De eerste burger van de stad krijgt dan de eerste stadsdichtersbundel.
Dus bij deze wil ik hem u overhandigen. Misschien handig als ik eerst iets uit voorlees. Ja. Wil ik u eens even aanraken? En dan... Omdraaien. Ik moet overigens erbij zeggen dat de vormgever van mijn bundel, die is er helaas niet bij. Die komt overigens niet uit Leiden. Dat is Jouwe van den Berg uit Utrecht. Maar die heeft in 1999, toen ik mijn eerste bundel uitbracht, De Stad Danst Altijd, heeft hij ook de vormgeving gedaan. En dat is nu weer de vormgeving. Heeft hij erg mooi gedaan, maar hij kon er helaas niet bij zijn. Nou, ik zal... Zal ik die Sjoen zo maar eens voor zijn? Dat had ik net even niet. Even kijken, dan gaan we helemaal terug naar de Suriname. Suriname! Sjoeri! Galmde het vanaf de flat en gaan we naar de andere flat en weer heen en weer terug en weer heen en weer terug en weer heen en weer terug. Sjoeri! Was ons antwoord. Maar Sjoeri nooit gezien. Deed nooit met ons mee. Wij woonden in het lage blokhuisje tussen twee flats. Achter een veldje waar we kruif waren. Jan van Beveren, Wim van Hanegem, Koemelijn. Wie hebben een bladder? Brulden we. Een bladder was macht. Dan bepaalde je wie er meedeed. En dan gingen we poten om de beste te kiezen. Straatvoetbal mag je niet verliezen. Doelpalen waren klinkers of jassen. En we schopten en kopten zonder regels. Met bebloede schavonden en blauwe plekken, opgeheven hoofden, verlieten we het veld. En iedereen was een held. Hoe goed of hoe slecht. Voor ons huis, aan de overkant van de straat, achter de sloot, een grote hobbelige vlakte met gras en zand en stenen, waar we fikjes brandden, waar we stiekem peukjes rookten, de vliegers in de lucht lieten zweven, cowboytje, indiaantje speelden, hutten bouwden, kuilen groeven en 's winters over de ijsschotsen lopen, op de sloot, rennen voor je leven, in gevecht met de dood. Het was zoals het was. En Johnny is Ahmed geworden. In de kerk, een moskee, de stoep, parkeerplaatsen. Alleen Albert Heijn, tegenover mijn oude school, op het plein, is het enige wat er nog staat op het hoekje van de Surinamestraat. En, het trieste is eigenlijk dat die school ook weggaat. Dat is de hoek van de Koninklijke School. De brede school, die gaat ook... Dus er is niks meer over van mijn... En jou zou in de stemming te komen. We zijn bijna bij 3 oktober. Zou je iets in dat thema over kunnen? Ja. Dat is wel heel lang. Dan moet je eventjes 2,5 minuten. Ja, ik ook feest. Is dat, maar de haringvlucht is ook... Die is niet zo lang. Haringvlucht. Het is vreselijk om een haring te zijn in deze tijd. Heeft u het gehoord? Het gerucht. Hele scholen haring op de vlucht. Ze zijn vreselijk in nood, willen niet op het witte brood. Niet gevangen worden in een net. Ze vluchten weg voor Leids ontzet. Maar duizenden mensen staan al te wachten in lange rijen langs de Leidse grachten. Men kan maar vroeg vooruit op bed. Nu staan ze in de rij voor een broodje kroket of een patatje met. Maar voor haringen is het uit met de pret. Diep in zee zitten ze verscholen, achter rotsen of in holen. Ze laten zich op 4 oktober weer zien. Dan zijn ze lekker vet, maar ze laten zich dit jaar niet vangen voor het zoveelste Leidse ontzet. Nee. En dan zal ik er nog eentje doen, in ieder geval, die een beetje gaat over, gewoon over schoonheid. Ik heb het ook maar genoemd naar een bekend schilderwerkje. Nachtwacht. Sluipend door de nauwe steegjes, klimmend over steile bruggetjes, denk ik aan jou, Leiden. Stad die nooit af lijkt te zijn. Met zijn muurgedichten, met zijn vele gezichten, met zijn eigen taal. Wereldgeschiedenis is hier geschreven. Dromend door de oude lege stad, zoekend naar geheime plekjes, achter oude vervallen muurtjes, waar de meisjes werden gekust. Waar dronkenschap werd uitgekotst, waar fietsen gestolen zijn. Wereldgeschiedenis is hier geschreven. Een labyrinth van straatjes, een puzzel voor iedere toerist. Gedempte grachten, verstopte hofjes, zo lief, zo vredig en zo stil. Stad zonder decadentie, zonder verwende grachtengordelpolitiek. Al eeuwen zoekend naar de juiste frequentie.
altijd op weg naar een nieuwe dimensie. Wereldgeschiedenis is hier geschreven. Hoor de meeuwen hun valse liederen krijsen, zichzelf volgevreten de lucht in hijsen. Gele afvalzakken als verweer tegen scherpe bekken die de zakken opentrekken. Zij weten niets van al deze stadse schoonheid. Wereldgeschiedenis is hier geschreven. Spanjaarden ooit verdreven, hutspot op 3 oktober als hoofdmenu, vette haring op witte brood, professoren die wijsheid brachten, schilders die hun kunsten toonden, giftmengsters met kwade plannen, pilgrimvaders onderdak gegeven, de lakenindustrie tot kunst verheven en door de wol geverfde stad, wereldgeschiedenis is hier geschreven. Sluipend door de nauwe stegen, de winkelstraten leeg en koud, een dronken fietser, een knerpende brommer, een brallende student, een bedelende zwerver, vrijende stelletjes, boerende pubers. Wereldgeschiedenis is hier beschreven. Ja. Ja, beste mensen, Jaap, hartstikke bedankt voor deze bundel. Het is hartstikke leuk om weer iets toe te voegen aan je eigen boekenkast. En waar je zo af en toe uit kunt putten als je inspiratie nodig hebt, omdat je een verhaaltje moet houden, of gewoon omdat je er zin in hebt. En wat leuk is van zo'n stad als Leiden, dat zoveel mensen ervan houden. En dat houden van, dat is eigenlijk heel moeilijk te omschrijven. Wat is dat nu eigenlijk? Is dat nu omdat ze zulke mooie gebouwen hebben? Ja, dat speelt mee. Ik bedoel, als het Almere was geweest, was het allicht minder geweest. Dat kan ik niet meer vertakken. Is het omdat er nou zo verschrikkelijk aardige mensen wonen? Dat speelt misschien ook mee. Ik sluit niet uit dat er ook een paar mindere goden tussen zitten. Maar gelukkig kom je die niet elke dag tegen. In ieder geval niet in zulke grote hoeveelheden dat je de aanstoot aan hoeft te nemen. Het zit hem ook een beetje in wat die mensen met elkaar doen. Het zit hem in de gebruiken, het zit hem in de dingen die je in de stad meemaakt. Het is iets heel prettigs in deze stad. Er zit een sfeertje in deze stad die heel moeilijk te vergelijken is met veel andere steden. Dat hoor je als je iemand van buiten hoort, die zo hier binnen is gekomen en zo na 2 of 3 jaar het gevoel heeft, ik hoor er ook bij. En vooral als het van die globetrotters zijn die al op heel veel plekken zijn geweest, dan kunnen die het goed vergelijken met andere steden. En die voelen dan dat Leiden iets bijzonders is, omdat Leiden heel makkelijk andere mensen opneemt. Heel makkelijk je een plekje laat veroveren in die stad. En dat is heel erg prettig. En ik geloof dat wanneer je een schilderij van de stad maakt, dan kun je een deel van die stad weergeven. Misschien ook wel een stukje van de emotie. Maar de stad kun je ook horen, de stad kun je ook ruiken. Er zit ook emotie rond die stad. En eigenlijk is een gedicht iets heel moois om die emotie in, van die stad weer te geven. En ik vind dat Jaap dat heel goed doet. Het eerste verhaal, de Surinamestraat. Ja, ik weet niet of het u het over gaat. Ik heb er niet gewoond. Ik woonde heel erg alles, maar ik herken het. Ik voelde het. Ik voelde ook de emotie die je hebt van toen je jong was en zoals het er toen was en zoals het toen aanvoelde. En dat is prettig dat je dat hier zo terug vindt. Ook dat is het weergeven en weer opnieuw de boek stellen van geschiedenis. Anders dan alleen maar beschrijven, daar stond dit pand en daar stond die en die woonde daar. Nee, dit is ook een stuk emotie en dat is mooi dat we dat hebben. En ik ben er hartstikke blij mee. En ik zou de beide dames van Muze zeggen, uitgeven, zet het mooi voor. Ga daarmee door. Ik heb ook een aantal jaren boeken aangegeven. Verschrikkelijk leuk om te doen en je zult dat in de rest van je leven altijd meenemen. Je zult altijd, wanneer je een nieuw boek in handen hebt eerst ruiken, openen en slaan, opnieuw in de binnenkant ruiken. Dat hoort erbij, want zonder ruiken is zo'n boek eigenlijk niet tot je gekomen. Het is nu gelukt. Hartstikke veel succes met jullie uitgeverij. Dank u wel.